Wilfried Kanon heeft met zijn nationale team Ivoorkust de Afrika Cup gewonnen. Reden genoeg om hem een warm onthaal te geven en op gepaste manier te feliciteren. Hoe trots ben je als een collega een Afrika Cup wint? Nou ja, dat is toch wel heel trots, want het gebeurt niet zo heel vaak dat je een speler hebt die de Afrika Cup wint. Dus ja, we zijn allemaal blij voor hem en super trots dat hij gewoon ook alle wedstrijden gespeeld heeft. Ja, we zijn allemaal onwijs trots op hem. En die jongens hadden vooraf in de kleedkamer al iets opgehangen van de winnaar van de Afrika Cup en zo. En het is nog uitgekomen ook, dus ja, je ziet dat die jongens hem wel gunnen. Het is gewoon een hele geliefde man binnen de groep. Ja, ik ben bijzonder trots. Ik kom natuurlijk als hele jonge speler zomaar vanuit Roemenië. Na een tip en zijn race kijken. En die jongen die had wel mogelijkheden. En uiteindelijk is verrast het iedereen natuurlijk dat hij gelijk bij de grote sterren zoals Drogba en dat soort spelers mee kan doen. Dus ja, ik was zeer verrast. Maar ik ben ook bijzonder blij dat weer een speler, de tweede, nu de Afrika Cup gewonnen heeft. Hè? Van harte gefeliciteerd natuurlijk allereerst. Hoe heb je heel die periode ervaren? Hoe was het daar zo om de Afrika Cup te spelen en te winnen? Het was heel belangrijk voor mij. Het was de eerste competitie internationale voor mij. Ça me tenait à cœur. Donc voilà, j'étais très content de la jouer. Et j'espère la jouer au fil des années encore. Heb je hem echt gevolgd? Heb je elke wedstrijd gekeken die hij heeft gespeeld? Nee, als ik eerlijk moet zijn, nee, heb ik dat niet gedaan. Nee, ik heb wel de goals van hem gezien, die zeker. Ik heb ook de penalty-serie gezien, en wat heel spannend was. Maar ik heb niet echt de wedstrijden zitten kijken, nee. Nou, ik heb wel geprobeerd op het moment dat hij speelde dat ik ging kijken. Maar ik heb niet alle wedstrijden zitten kijken. Want het niveau is ook niet van mij zeggen van, daar ga ik iedere wedstrijd naar kijken. Maar als Willy speelde, dan probeerde ik wel te kijken, ja. Heb je met die goals en de beelden die je wel hebt gezien een andere kanon gezien? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee, want hier is hij ook altijd heel erg heel blij en heel sociaal met de jongens. Dus, Je bent klaar om te gaan spelen voor ADO Den Haag. Morgen gelijk een basisplek? Nou, je sais pas, ça dépend du training. Je sais pas. Je sais pas. Nou, hij heeft natuurlijk wel wat krediet. Voordat hij wegging was hij gewoon basisspeler. Iemand anders zat op de bank. Maar nu is zo, hij is één dag terug dus, en nog met een redelijk vermoeide trip achter zich. Ja, is het logisch dat hij niet gelijk in de basis begint morgen? Verdient de speler die de Afrika Cup heeft gewonnen zeker een basisplek? Nou, niet vanzelfsprekend. Het is natuurlijk wel zo dat hij een bepaalde groei doorgemaakt heeft al gedurende het seizoen. Hier en daar toch wel wat aardige wedstrijden gespeeld heeft. Nou, dit erbovenop, dat versterkt wel zijn positie. Maar goed, ik denk ook dat bijvoorbeeld jongens als Drijk, Wormgoor, maar ook Zuiverloon die in het centrum kunnen spelen, geduchte concurrenten zijn voor hem.